Hey, hallo en welkom terug bij een nieuwe video op dit kanaal. Vandaag spelen. Oh, daar ga ik even verkeerd zitten. Vandaag spelen wij weer Emergency Hamburg. We zijn weer terug in het grote mooie Roblox. En ik ga nu ergens naartoe rijden en dat gaat me toch een partij veel geld. Oh, wat is hier nou aan gebeurd? Hier loopt iedereen een beetje in elkaar te mappen. Jij gaat mee, maat. Jij gaat mee. We brengen hem to the jail. Use waypoints in the app to find him. Oké, dus die gooien we in de passenger seat. Dan gaan we hier naar de prison. En dan gaan we straks door naar de ADAC. I have gold. Ja, I don't care. Zo, hij is dik, jong, dat mens. Ik zwenk helemaal uit. Zo. Krijg gewoon een. En die man die krijgt gewoon een shut-up in zijn Mac. No. You go to jail, buddy. Ook live, bruh. Zo, hoppa. Zo, hoppa. Mag je even uitstappen? Komt u maar mee, hoppa. Klop. En dan kregen wij heel wat mooie XP'tjes erbij. We hebben gewoon iemand aangehouden vandaag. En nou gaan we naar de ADAC. Want mijn bus, zoals jullie bovenin kunnen zien, is nogal stuk. Even kijken. Ja, ik ga hier zo eraf. Oh nee, mag helemaal niet. Zo, op. En tik hem hier. Hoppa. Oh, en hoe doordraaien? Zo, er staat een G-klasse. Zo, beter dat er politieagent is. Dat hij hem even aan de kant zet. Want dit tolereren wij niet. Hoi, dit wordt ook lastig. Zal ik hier naar boven rijden? Ja, joh. Kan best. Hier naar boven rijden. Oh, joh. Dat kan eigenlijk net even niet. Shit, daar staan paaltjes. Heb ik mezelf nou zojuist ingesloten? Hoe kom ik hier nou uit? Ik had aan de andere kant. Oh. Ik zit precies eventjes vast hier, oh. Wat een pech ook weer. Nou. Gaan we hier omhoog. Nou, hoppa. En door. Geen zin in boetes, dus ik weer gewoon even lekker mijn blauwe lampjes aan. Zo. Hola. En dan zijn we alweer bijna bij de ADAC. En ik weet nog van de vorige aflevering: dit gaat mij een partijtje geld kosten. Daar word je verdrietig van. Dat is wat ik nog weet van de vorige video. Waarin we even hadden gekeken hoeveel dat zou kosten. En vandaag moeten we hem echt wel laten reppen. Your vehicles. Oh, ik was er zo bijna. Oh. A mechanical come and tow it. Kan ik hier. Emergency ADAC. Er is een nul ADAC online. Oh, mijn god. En die werk ook niet. Ik sta hier gewoon vast nu. Ik kan hier nu gewoon niks. Oei. Ja, nou, dit vind ik eigenlijk wel heel verdrietig. Hier mogen ze wel even een keertje wat beters voor gaan verzinnen. Ja, hij wil ook niet meer starten. Geweldig. Kan ik iets van een repair kitje kopen bij de ADAC? Sowieso, zet me waypoint maar weer op police station. Kan ik altijd daar makkelijk naartoe rijden.
Heb jij van mij iets van een repair kitje, meneer? Nou, dan moeten we dus helemaal naar de groene prikker toe lopen. De fiets opnieuw eruit toveren en dan hier weer naartoe rijden. En dan niet tegen die stinkpaal aanrijden. Oei. Stamina is ook op, dus dat wordt er naartoe wandelen. En dit wandelen hier gaat toch partij traag. Nou, dan gaan we maar even rustig wandelen en dan zien jullie na het knipje. Maat! Daar ga ik. Wat is dit? Ik raak mijn XP kwijt, het maakt me verdrietig. Wat gebeurt hier? Maat, ik lig hier gewoon. Wat een verdriet. Nou, ik ga zo meteen respawnen. Gooi nog maar een request backup eruit. En dan hoop ik dat of de ambu er snel is of dat deze 5 minuten snel over zijn. Zo, daar zijn we dan eindelijk. Het is echt zo lang geduurd en word ik weer afgeschoten en al. Het was echt een stinkzooitje om hier te komen. Zo, hop. En daar zijn we dan. En moeten we me repareren voor 1000 euro? Ja, het. Wat? Ik kan niet aanpassen, mooi. Zo, nou dan gaan we er nu weer snel uit. En dan is het gelukt. Even kijken. En dan stap ik even uit. Waypoint natuurlijk weer op police station. En dan gaan we maar rijden. Ik ben gewoon 120 XP kwijtgeraakt. En XP grinden in dit spel is lastig. Maar überhaupt al gewoon snel levelen is ook bijna onmogelijk in dit spel. Zo, de toolshop zat even lekker uit te fikken. Zo. Zo, ja, ik hoop. Police. Oké, ja, dan gaan we daar maar naartoe rijden. En dan hopen dat we. Oei. Rip Noob en Officer Rip Noob. Oei, dat zijn beide dezelfde. Shit, daar ga ik weer. Klauwen laten zien. Reloaden. Laatste 14 kogels. Attempted arrest 30 XP. Nou, dat vind ik. Attempted arrest. Hé, blijf staan dan. Oei. Illegal taser usage. Nee. Sorry. Nou, deze zijn ook stuk nogal. Share their position. Ja, je kunt je positie blijven sharen, maar als je gewoon derde bent, dan. Smaat! Het is weer zo'nzelf de Audi. Stap uit, ik wil weten wie jij bent. Oh. Liggen. En blijf. Kom maar mee met papi. Zo, hop. En hoe je in de bus meegaat. Nou ben ik klaar met jou. Strontkind. God, non nu. Nou, en hoe we nu gelijk naar de prison gaan. Gelijk onderweg. Gelijk achter slot zetten. Rechten voorlezen. Echt niet. Dat doen we dus even lekker niet. Rechten voorlezen, die heb je niet meer als je door mij gepakt wordt. Dan heb je ze niet meer. Dan ben je zo'n hartstikke kwijt. Dan ga je gewoon de cel in. Maakt niet uit wat. Oh. Zo, deurtje open. Ik erin. Deurtje dicht. Even kijken. Hoppa, eruit komt. Hoppa. Letterlijk net voordat ik hem erin kon doen, was hij geliefd, bruh. Attempted arrest. Nou, dat is tenminste beter dan geen XP. Nou, we hebben in ieder geval wel, ja, 2 keer iemand in de cel gestopt vandaag. Dat vind ik een goede prestatie. On duty ook gelijk. En hoe we het verloren XP gewoon lekker beginnen terug te verdienen.
Wat ik wel eventjes een goed idee vind, is om het dan nu alvast gelijk eventjes op mijn naam te zetten. En dan eventjes de shift te enden. En dan desnoods te restarten. Ligt eraan wat er nog tussendoor gaat gebeuren. Zo, die is ook helemaal stuk, zeg. Jemig. Bank is being robbed. Ja, dat is de zaak van de andere ploeg. Mijn shift is alweer over. Ik heb in het ziekenhuis gelegen vandaag. Ik ben meerdere keren aangereden. Ik ben doodgestoken. Ik ben neergeslagen. En ik ben gestoken. Ik ben. Wat ben ik nog meer? Ik ben flink veel geld verloren door mijn bus stuk was. En die is nu helemaal mooi gerepareerd. Alleen nu ben ik zelf een beetje stuk aan het linkerbalkje te zien. Dus wordt het eventjes tijd dat ik. Oh, rem. Dat ik eventjes mijn auto hier achter zet. Oh, daar gaat mijn auto alweer. Zo, hop. Die uit. Zo, prachtig. Dan gaan we even hier eens lekker naar binnen rennen. Dan ga ik even zeggen dat deze 75 XP nu echt van mij is. Hoppa, en shift. En als ik nou. Ik heb nu 500 XP totaal. Dan ben ik benieuwd of we een auto hebben unlocked. Dat zou namelijk nog wel eens kunnen dat we een auto hebben unlocked. Waarschijnlijk was dat 600 XP. E-klasse. Dat is niet in de buurt van 600 XP. Dat is 1300 XP. Dat is net eventjes iets anders, zeg maar. Oei, dat verschil vind ik eigenlijk wel gemeen groot. Gewoon gratis 400 XP, 1300 XP. En dan is dit 2000 XP. Die is 3000, die is 5000, die is 8000. Nou, hartstikke mooi. Heb u nou genoten? Abonneer dan zeker. En anders, ja, dan kom ik jou in de cel steken als je niet even snel abonneert. Want dat is natuurlijk wel hartstikke belangrijk. Dus bedankt voor het kijken en tot de volgende. Later.